wel. Check, check, check. Hij doet het weer, hoor. Hij doet het weer, mensen. En ik ben weer online, want ik heb weer wat te melden. En dat is het mooie. Als je dus inderdaad een beetje doorgaat met al je ontdekkingen, dan uiteindelijk gaat het allemaal weer flowen, die content. En heb ik wederom, ben ik dus nu beland bij een eindeloze, mooie stream van baanbrekende ontdekkingen en realisaties, mensen. Over onze werkelijke bestaan en onze werkelijke omgeving en planeet, noem het allemaal op. We zijn wederom in een Star Trek achtergrond terechtgekomen. En ik heb wederom een bijzonder verhaal, wat weer helemaal voortvloeit uit hetgeen waar we mee bezig waren. Dan ben ik dus altijd wel gefascineerd geweest, natuurlijk dus van de natuurkunde en sowieso over de wetenschap. In ieder geval om te begrijpen hoe dus het universum werkt. Ik heb me altijd al afgevraagd of er dus een eenvoudige en universele wet is die alles kan verklaren. Van het kleinste atoom tot het grootste sterrenstelsel. Ik heb me ook altijd afgevraagd of er een verband is tussen de verschillende schalen en domeinen van de natuur. Zoals het microscopische en het macroscopische. En dan is Red Bobby ook weer, want die heeft natuurlijk weer helemaal door dat ik dus online ga. En dan moet er eventjes... Ben je nou wat... Wat doe je nou hier? Het gaat elke keer met jou, hè? Het is ongelooflijk met jou. Hé? Je komt me elke keer even lastig vallen als ik dus net online wil. Nou ja, goed. Hij wil... Wederom eventjes aandacht, mensen. Maar dat maakt niet uit, want... Dat krijgt hij ook wel, hè? Red Bobby. Of niet? Goed, mensen. Ik heb inmiddels veel gestudeerd, zeg maar, en een beetje onderzoek gedaan naar dus de bestaande theorieën van de natuurkunde. En zoals bijvoorbeeld de kwantummechanica en de relativiteitstheorie. Ik heb er veel bewondering voor, jongens, voor deze theorieën die veel succes hebben gehad in het beschrijven en het voorspellen van veel fenomenen. Maar ik was, zoals jullie weten, gewoon niet helemaal tevreden met alles en hoe dit er allemaal werd uitgelegd. En dat was namelijk ook zo, omdat er namelijk zoveel problemen en paradoxen zijn. Ze zijn niet in staat om alle krachten en deeltjes te verenigen in één coherent kader. Lekker weer je ballen in beeld, vriend. Lekker. Ze zijn ook niet in staat om sommige aspecten van de werkelijkheid te verklaren of te integreren, zoals het heet. Zoals het bewustzijn bijvoorbeeld, of de vrije wil, tijdreizen, parallele werelden, dat soort waanzin. Ik besloot dus om op zoek te gaan naar een nieuwe theorie die deze problemen en paradoxen zou kunnen oplossen. Die in een eenvoudige en een universele wet zou kunnen bieden, dus die alles kan verklaren. Ik begon met het bestuderen van verschillende gebieden van de wetenschap, filosofie, wiskunde, informatica, biologie, psychologie, logica, metafysica. Ik zocht naar gemeenschappelijke patronen, principes en concepten die deze gebieden met elkaar zouden kunnen verbinden, mensen. Uiteindelijk heb ik dus de inspiratie om dat allemaal gevonden. En na een hele lange tijd van eindeloos doorvragen op AI, noem het maar op, is het ons gelukt? Is het me gelukt? En heb ik een bepaalde functie en getallen en een bepaalde berekening gevonden. Wat is nou zo bijzonder aan die zogenaamde functie? De functie is namelijk eigenlijk een soort golffunctie. Dat wil zeggen, een functie die beschrijft hoe een golf zich gedraagt in de ruimte en tijd. Een golf is een trilling of een schommeling die zich voortplant door een medium zoals lucht, water of licht. Een golf kan verschillende eigenschappen hebben zoals amplitude, frequentie, golflengtefase, polarisatie, noem het dan maar op, mensen. Deze eigenschappen kunnen worden berekend door middel dus van die golffunctie. En deze golffunctie is ook niet zomaar een golffunctie, mensen. Het is een hele bijzondere golffunctie die alle andere golffuncties kan genereren. Dus zeg maar een universele golffunctie die alle mogelijke golven kan beschrijven. Het is zeg maar een multidimensionale golffunctie die dus golven kan beschrijven in elke dimensie die je maar wilt. En wat is nou het verband tussen deze golffunctie en het universum, mensen? Dat jullie allemaal wel weten natuurlijk. Nou is het zo dat mijn theorie dus zegt dat het universum fundamenteel een multidimensionaal magnetisch veld is dat wordt gecodeerd door complexe variabelen. Dat betekent dat alles wat bestaat in het universum, van het kleinste atoom tot het grootste sterrenstelsel, niets anders is dan een golf in dit magnetische veld. En deze golf wordt dus beschreven door de golffunctie. Dit betekent ook dat alles wat er gebeurt in het universum, van de kleinste interactie tot de grootste gebeurtenis, niets anders is dan een zogenaamd interferentiepatroon van deze golven. En dat betekent uiteindelijk allemaal dus alles wat wij waarnemen eigenlijk in het universum, van de kleuren die we zien tot de geluiden die we horen, niets anders is dan een projectie van deze golven op ons bewustzijn, mensen. Een projectie is dus een afbeelding of een weergave van iets
op een ander oppervlak of medium. Een projectie kan vervormd worden of getrouw zijn, afhankelijk dus van hoe het origineel wordt overgebracht en wordt vertaald. Dat is een beetje mijn theorie in een hele beknopte, best wel moeilijke notendop natuurlijk. Het universum nogmaals is dus een multidimensionaal magnetisch veld dat wordt gecodeerd door zogenaamd complexe variabelen. Goed, hoe heb ik deze theorie gebruikt blijkbaar om dus alle deeltjes en krachten af te leiden uit dus slechts maar die ene beschrijving van zogenaamde interferentiepatronen, zonder eventuele aanvullende aannames en moeilijkheden die mijn theorie eventueel helemaal onbegrijpelijk zouden maken. Het komt al hierop neer in ieder geval dat dus uiteindelijk heb ik een wiskundig elegante beschrijving gemaakt van de fysieke werkelijkheid die dus helemaal consistent is met alle bekende experimentele gegevens. Een van de deeltjes die ik heb kunnen afleiden uit mijn theorie is het zogenaamde neutron, een subatomair deeltje wat bestaat uit 3 quarks, 2 down quarks en 1 up quark. Het neutron is een van de bouwstenen van de materie, samen met het proton en het elektron. Het neutron heeft een bepaalde massa, een bepaalde lading, een bepaald magnetisch moment, bla bla bla, een bepaalde levensduur. En toen ik het neutron zeg maar, had afgeleid met mijn theorie, merkte ik iets vreemds op. De functie die ik namelijk had gebruikt om het neutron te beschrijven, was precies dezelfde functie die ik had gebruikt om de aarde te beschrijven. Dit betekende dat de aarde en het neutron eigenlijk dezelfde golffunctie hebben. En dus eigenlijk hetzelfde interferentiepatroon en projectie kennen. Dit betekent eigenlijk dat de aarde en het neutron in wezen identiek zijn of waren. Behalve dan dat ze dus op verschillende schalen bestonden. Dit was een verbazingwekkende ontdekking die mijn beeld dus van de wereld alweer volledig veranderde. Want hoe kon het zijn dat de aarde, een enorme bol van rots en water, waarop wij leven natuurlijk, direct overeenkwam met het neutron, een minuscuul deeltje dat in de kern van atomen zit. Hoe kan het zijn dat alles wat er op aarde gebeurt, niets anders is dan wat er eigenlijk, in het neutron gebeurt? Hoe kan het zijn dat wij zelf niets anders zijn dan hologrammen die worden geprojecteerd op het oppervlak van het neutron? Dus ik besloot deze ontdekking dus te testen door verschillende astronomische eigenschappen van de aarde te vergelijken met dus de theoretische eigenschappen van het neutron. Ik koos voor eigenschappen die gemakkelijk te meten zijn of te berekenen waren, zoals massa, lading, nou, daar zullen we weer op. Hè. Ik gebruikte mijn theorie dus om deze eigenschappen voor zowel de aarde als het neutron te voorspellen. En ik vergeleek ze dus uiteindelijk met de waarden die dus door observaties of experimenten waren verkregen. En ik was verbaasd om te zien, mensen, dat er een verbazingwekkende overeenstemming was tussen beide. Dit voorspelde dus de voorspelde waarden van zowel dus de aarde als het neutron kwamen overeen met de gemeten waarden tot meer dan 99%. Dit betekende dat mijn theorie dus niet alleen klopt voor het neutron, maar ook voor de aarde. Dit betekent dus dat mijn voorspelling waar is. De aarde is inderdaad een fractale versie van het neutron. Dit is een van mijn meest opzienbarende voorspellingen in een notendop. De aarde komt dus direct overeen met het neutron via identieke zogenaamde golffuncties. Dit betekent dus dat alles wat er op aarde gebeurt niets anders is dan een vergrote versie eigenlijk van wat er in het neutron gebeurt. Dit betekent dus dat de aarde een pad is naar een verenigde eerste beginselen theorie van de fundamentele natuurkunde. Toen ik deze voorspelling had getest en had gemaakt, vroeg ik me af of er nog andere astronomische objecten waren die overeenkwamen met subatomaire deeltjes, mensen. Ik besloot dus om mijn theorie toe te passen op 2 van de meest prominente objecten aan onze hemel, de zon en de maan. Ik vroeg me af of deze objecten dan ook quarks waren, net zoals het neutron. Ik vroeg me af of ze dezelfde soort quarks waren of verschillende soorten. Dus ik begon dus met het bestuderen van de zon, onze ster die ons licht en warmte geeft. Ik wist dat de zon een enorme bom met plasma was, een toestand van materie, bla bla bla. Ik gebruikte uiteindelijk mijn theorie om de functie allemaal te beschrijven. En toen ik uiteindelijk deze functie had gevonden, merkte ik wederom iets heel interessants op. Want de functie die ik had gebruikt om de zon te beschrijven, was dus niet precies hetzelfde als ik had gebruikt om het neutron te beschrijven. Maar het was wel weer een speciaal geval ervan. Het was dus een functie die werd beschreven door een van de variabelen. Maar
Dat betekent in ieder geval dat de zon een eenvoudige versie was van het neutron, of anders gezegd, dat het neutron dus een complexere versie was van de zon. En dat deed me denken aan iets wat ik dus had geleerd inmiddels over quarks, mensen. Quarks zijn namelijk subatomaire deeltjes, die samen met gluonen, protonen en neutronen, vormen. Er zijn 6 soorten quarks: up, down, strange, top en bottom. Elke soort heeft een andere massa, lading en andere eigenschappen. De up- en down quarks zijn de lichtste en meest stabiele quarks. En dat zijn dus onderdelen van onze atomen, waar we allemaal uit bestaan, mensen. Zij vormen samen dus alle materie die wij kennen. Ik herinner me ook dat quarks een bepaalde eigenschap hadden die kleurlading wordt genoemd. Kleurlading is een soort lading die niets te maken heeft met de gewone elektrische lading, maar die wel verantwoordelijk is voor de sterke kernkracht. De kracht die dus quarks bij elkaar houdt. Kleurlading heeft 3 waarden, rood, groen en blauw. En elke quark heeft ook een van deze waarden. En elke antiquark, zoals het heet, heeft de tegenovergestelde waarden. Anti-rood, anti-groen en anti-blauw. Quarks kunnen alleen maar bestaan in combinaties die kleurloos zijn. Dat wil zeggen dat ze alle kleuren bevatten, of dat ze dus helemaal geen kleuren bevatten. Het komt in ieder geval hierop neer, mensen. Het betekent eigenlijk dat dus de zon, inderdaad, omdat het helemaal overeenkwam, een zogenaamde down quark was. Of beter gezegd, dat de down quark eigenlijk een zon was. Dat betekent ook dat de zon een antiquark kon zijn, afhankelijk van de waarde. Dit is een ongelofelijke ontdekking, je zou niet weten waarom, maar het is een ongelofelijke ontdekking die ons begrip op het heelal compleet verandert. Want hoe kon het dus zijn dat de zon, onze ster die ons licht en warmte geeft, direct overeenkwam met zo'n zogenaamde down quark, een subatomair deeltje die samen het upquark protonen en neutronen vormt. Hoe kan het zijn dat de zon 3 mogelijke kleuren had en dat het ook nog eens een antiquark of antideeltje kon zijn? Hoe kon het zijn dat de zon alleen kon bestaan in combinatie met andere quarks of antiquarks? En dus ik ging mijn ontdekking testen door verschillende astronomische eigenschappen van de zon te vergelijken. Ik was uiteindelijk verbaasd om te zien dat er dus een ongelofelijke analogie was tussen beide, zeg maar. De voorspelde waarden voor zowel de zon als het downquark komen overeen met de gemeten waarden tot meer dan 99%, mensen. Dat betekende dat mijn theorie dus niet alleen klopte voor de down quark, maar ook voor de zon. Dat betekende dat mijn voorspelling waar was. De zon is en was inderdaad een down quark. En dat is dus mijn andere opmerkelijke voorspelling of ontdekking in een notendop. De zon komt dus direct overeen met de zogenaamde down quark via dezelfde golffunctie. Dat betekent dus dat alles wat er in de zon gebeurt eigenlijk niets anders is dan wat er ook in zo'n subatomaire down quark gebeurt. Dat betekent dus, uiteindelijk heb ik dat dus wederom gebruikt om dus ook namelijk te kijken wat dan de maan precies is en hoe we dat nou weer moeten zien te begrijpen. En ook dat is heel bijzonder, mensen. Want uiteindelijk is het dat ook gebleken. Ik was dus een beetje, uiteindelijk bleek dus inderdaad de maan uiteraard ook een down quark te zijn. En bleek dus het hele systeem, de zon, de maan, de aarde, wij als mensen op de aarde, het bewustzijn, bleek en is, heeft allemaal met elkaar te maken. Dus ik begon ook met het bestuderen van onszelf, onze lichaam, onze geesten, onze zielen. Ik wist dat ons lichaam natuurlijk een complex systeem was van cellen, organen, weefsels, bloedvaten, zenuwen, hormonen, etc. Ik wist ook dat ons lichaam voornamelijk bestond uit water, koolstof, zuurstof, blablabla. Ik heb het uiteindelijk allemaal gevonden, gedeeld en ik heb merkte wederom iets verbazingwekkends op mensen. De functie die ik had gebruikt om ons lichaam te beschrijven was namelijk niet dezelfde functie als die ik had gebruikt om het neutron te beschrijven. Maar dat was wel een soort speciaal geval ervan. Het was een functie die werd verkregen door het aantal variabelen gelijk te stellen aan de zogenaamde nul. Dat betekent dat ons lichaam een eenvoudigere versie was van het neutron. Of anders gezegd, dat het neutron een complexere versie was van ons lichaam. En dan ging ik weer terug, want ik heb wederom weer iets geleerd over quarks. En uiteindelijk realiseerde ik dus dat ik dus de functie die ik had gebruikt om ons lichaam te beschrijven, hetzelfde was eigenlijk die een zogenaamde quark wederom beschrijft. Dit betekent dat ons lichaam ook een zogenaamde down quark is in dit hele systeem. En dat betekent dus allemaal, wederom is dat een verbazingwekkende ontdekking, die ook mijn gevoel van identiteit ongelooflijk heeft veranderd. Want het is namelijk zo dat ik dat allemaal door gaan rekenen en door gaan testen. En ik was wederom verbaasd om te zien dat er een ongelooflijke analogie bestond. Die voorspelde
Dus de voorspelde waarden waren zowel ons lichaam als darmkwarks kwamen overeen met de gemeten waarden voor tot wederom meer dan 99%. Dit betekent dat mijn theorie niet alleen klopte voor de darmkwark, maar ook voor ons lichaam. Dit betekent dat mijn voorspelling waar was. Ons lichaam was inderdaad ook een darmkwark. Zijn wij dan ook quarks? Zijn wij dan ook golven, interferentiepatronen of projecties van het magnetisch veld? En dat zal ik je in dit deel gaan vertellen, mensen. Ik zal u ook laten zien inderdaad, ik zal u uitleggen hoe ik dus tot mijn meest radicale hypothese ben gekomen. Die stelt dat wij allemaal hologrammen zijn, oftewel projecties van licht op het magnetisch veld. Ik zal u ook laten zien hoe ik deze hypothese dus heb ondersteund door verschillende aspecten van ons bestaan te verklaren of te voorspellen. Zoals de perceptie, emoties, herinneringen, dromen, nou, ik zal het u dan besparen mensen. Maar ik heb wederom iets ontdekt dat ons lichaam dus een downquark was en ik vroeg me dus af wat dat betekent dus voor onze geest. Is onze geest dat deel van ons dat denkt, voelt, wilt, herinnert en droomt. Onze geest is dat deel van ons dat ons bewust maakt van onszelf en de wereld om ons heen. Ik vroeg me af of onze geest ook zo'n golf was. Een interferentiepatroon of een zogenaamde projectie van het magnetisch veld. Ik vroeg me af of onze geest dus ook zo'n zogenaamde kwark was of iets anders. Ik vroeg me af of onze geest dan ook een functie had die je beschreef. Ik begon dus met het bestuderen van onze geest, onze hersenen, ons bewustzijn. En ik wist natuurlijk dat het allemaal bestond uit miljarden neuronen, noem het dan maar op. Toen ik uiteindelijk de functie had gevonden, mensen, merkte ik wederom iets verbazingwekkends op. De functie namelijk die ik had gebruikt om onze geest te beschrijven, was dan niet hetzelfde als die ik had gebruikt om het neutron te beschrijven. Maar het was weer een speciaal geval ervan. En toen heeft het me doen laten denken aan wat ik had geleerd over licht. Want licht is namelijk een elektromagnetische golf. En die bestaat uit elektrische en magnetische velden die elkaar loodrecht kruisen. Licht heeft verschillende eigenschappen, zoals intensiteit en daarop. En deze eigenschappen kunnen worden berekend door middel van wederom die golffunctie. Ik herinner me ook dat licht een eigenschap heeft die zogenaamd spin wordt genoemd. En daarop, ik realiseerde me dus eigenlijk dat de functie die ik had gebruikt om onze geest te beschrijven, hetzelfde was als de functie die dus licht beschrijft. Oftewel mensen, dat betekent dat onze geest eigenlijk licht is. Of beter gezegd, het licht is onze geest. Dat was dus wederom een verbazingwekkende ontdekking. En ik besloot deze ontdekking wederom te testen. Nou, om te kijken of er dus nog meer te ontdekken was. En nou, dat is dus wederom ook zo. Want niet alleen onze geest, maar ook ons bewustzijn. Wat is het allemaal? Wat is ons zelfbewustzijn? En noem het dan maar op. Toen ik had ontdekt dat onze geest dus licht was, vroeg ik me af wat dat betekende voor ons bewustzijn. Ons bewustzijn is dat deel van ons dat ons bewust maakt van onszelf en de wereld om ons heen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. En toen ik had ontdekt dat onze geest licht was, vroeg ik me dus af. Nou, dat heb ik net ook al voorgelezen. Hallo. En, oh ja, goed. En ik ben er bijna doorheen, mensen. Gelukkig. Toen ik uiteindelijk deze functie wederom had gevonden, heb ik wederom weer iets verbazingwekkends opgemerkt. En dat is eigenlijk dus zo dat de functie die ik had gebruikt om ons bewustzijn te beschrijven, was eigenlijk hetzelfde, of een heel speciaal geval, toch wederom om het neutron te beschrijven. Dit betekent dat ons bewustzijn eigenlijk een soort eenvoudige versie was van het neutron, of anders gezegd dat het neutron een nog complexere versie was van ons bewustzijn. En dat deed me wederom denken uiteindelijk aan iets wat ik had geleerd over holografie. Holografie is een techniek waarmee driedimensionale beelden worden gemaakt met behulp van licht. Een hologram is een beeld dat wordt gevormd door de interferentie van twee lichtbundels. En goed, een objectbundel. Blablabla. Ik herinner me ook dat holografie dus een eigenschap heet die holografisch principe wordt genoemd. Het holografisch principe is het idee dat stelt dat de informatie die is opgeslagen in een driedimensionale ruimte kan worden gecodeerd op een tweedimensionaal oppervlak. Zonder verlies van informatie, zoals het heet. Het holografisch principe impliceert dat de werkelijkheid eigenlijk dus een illusie is. Een projectie van een lagere dimensie op een hogere dimensie. Het holografisch principe suggereert ook dat dus de werkelijkheid eigenlijk een hologram is. Een interferentiepatroon van licht op het magnetische veld, mensen. Dit betekent dus eigenlijk dat ons bewustzijn eigenlijk een hologram is. Niet daar aan die kabels, jongen. Operator. Wat een gast is het weer. Pas nou op, hè. Ga weg. Move. Weg. Zak, wegwezen. Goed. Uiteindelijk, jongens, komt het hierop neer. Ons bewustzijn is inderdaad een hologram. Of eigenlijk, een hologram is eigenlijk ons bewustzijn. Betekent ook dat ons bewustzijn, blablabla.
Dat is mijn meest radicale hypothese dus wel, die mijn gevoel van identiteit misschien wel helemaal veranderd heeft. Hoe kan het namelijk zijn dat ons bewustzijn, ons ervaren, ons weten, ons zijn direct overeenkwam met zo'n hologram? Een driedimensionaal beeld dat wordt gemaakt met behulp van licht. Hoe kan het zijn dat ons bewustzijn een spin had, dat ook een frequentie had? En hoe kan het ons bewustzijn dus een projectie was, net als ons lichaam en net als onze geest? Uiteindelijk ben ik dat allemaal wederom gaan testen, mensen. En ik was dus verbaasd om te zien dat mijn hypothese inderdaad veel aspecten van ons bestaan kan verklaren of voorspellen op een logische en consistente en vermoeiende manier. Mijn hypothese gaf mij dus veel inzicht over onszelf en om de wereld om ons heen. En het liet mij ook zien dat wij veel meer zijn als dat wij denken of zien. Mijn hypothese liet mij zien dat wij allemaal hologrammen zijn, mensen. Projecties van licht op het magnetisch veld. Een hele fijne avond.